ruimte te geven en een... Zeg, madame. Hallo, Dennis van Dennis Klaas Fotografie hier. Deze video gaat over hoe kun je een model op haar gemak stellen. Nu, fotografie is een sociale activiteit. Dus het zijn de zaken die je doet of niet doet, die een invloed kunnen hebben op hoe comfortabel dat een model is bij u. Nu, vooral bij beginnende modellen is een ontspannen sfeer heel erg belangrijk. Dus wat kunt jij doen om ervoor te zorgen dat die sfeer comfortabel en ontspannen is? De communicatie is het belangrijkste van allemaal in elk aspect van uw shoot. Dus voordat we gaan shooten, gaan we altijd even samen zitten om bepaalde zaken te bespreken. Nu, op zich maakt het zelfs niet echt uit wat je daar gaat bespreken. Het is vooral om een connectie te leggen met je model en de sfeer te ontspannen. Een aantal zaken die je kunt bespreken zijn de koetjes en de kalfjes. Was het verrijden voor u? Heb je het goed gevonden? Maar we kunnen ook gaan spreken over wat zijn uw verwachtingen van deze shoot? Wat gaan we juist allemaal doen? Nu, tijdens dat verkennend gesprek gebeurt het wel eens dat iemand zegt: ik ben zenuwachtig en het is de eerste keer. Er is één ding dat ik dan kan zeggen en dat werkt altijd. Klaar? En geen probleem, het is de eerste keer. Ik begrijp dat je zenuwachtig bent. Maar je moet begrijpen, we gaan 300 foto's nemen vandaag en we hebben 5 topfoto's nodig. Dat betekent dat we 295 slechte foto's mogen nemen. Nu, de respons daarop is altijd geweldig. Je ziet ze gewoon relaxen, ontspannen worden. En dat is het begin van een goede shoot. Nu, je hebt natuurlijk ook de voor de hand liggende zaken. Dus zorg altijd dat er een camera's in de studio is. Zorg ervoor dat er een privéruimte is waar ze zich in kunnen omkleden. Nu, nog iets heel erg belangrijk is oogcontact. En zeker in shoots waar het model bijvoorbeeld naakt poseert of in lingerie poseert. Er gaan conversaties zijn tijdens uw shoot. En het model zal niet altijd gekleed zijn. Nu, het spreekt voor zich dat je niet gaat liggen staren naar haar lichaam de hele tijd als zij aan het praten is met u. Maar je kunt ook de volledig andere kant uitgaan. Nu, ik zal u een verhaaltje vertellen van een fotograaf die mij belde. Dat was iemand die een workshop had gevolgd bij mij. En hij liet mij weten van: kijk, ik had een shoot in lingerie met een model. Ik heb mijn best gedaan om haar privacy te respecteren, om haar comfortzone te respecteren. Maar op een gegeven moment, hij ging voor de computer zitten voor de foto's te selecteren. En het model dat nog altijd in lingerie gekleed was, ging naast hem zitten. Nu, uit respect heeft hij zich weggedraaid en kijkt weg van haar. En zij begint te praten met hem en hij blijft wegkijken. En hij zegt, dat was een heel erg ongemakkelijke sfeer. Natuurlijk, als het model met u wilt praten, houd je oogcontact. Het is heel erg vervelend om te praten met iemand die niet naar u wilt kijken. Dat is een heel ongemakkelijke sfeer. Dus oogcontact is gewoon het belangrijkste. Praat gewoon met het model alsof je ze op straat zou tegenkomen. Zij bepaalt wat comfortabel is. Nu, aansluitend, communicatie tijdens uw shoot, dus tijdens het maken van de foto's, is enorm belangrijk. Vooral beginnende modellen zijn daar heel erg onzeker in, maar je zou ervan verschieten, zelfs ervaren modellen, onzeker is misschien niet het juiste woord, maar zij vragen zich wel af van: oké, ben ik hier aan het geven wat dat de fotograaf wilt? Dus probeer te blijven praten tijdens het fotograferen. Modellen die voor mij geposeerd hebben weten dat ik heb zo precies 3 woordjes die ik constant gebruik. Nice, chic, goed bezig. Het is gewoon een manier om te laten weten: hey, je bent goed bezig. Er zijn zelfs situaties waarin ik denk: dit is niet helemaal wat ik wil. Maar ik heb dan liever dat ik positieve vibes uitstuur en dat we zien wel. Allee, ik kan altijd een nieuwe serie maken, ik verander het licht een beetje en we bestarten opnieuw. Maar het is heel belangrijk dat het model weet dat ze goed bezig is en dan gaat ze ook zichzelf blijven geven. Oké, laatste tip en misschien nog de belangrijkste van allemaal, want ik zie de reacties die ik daarop krijg. Tijdens de fotoshoot, na elke reeks die je genomen hebt, kijk een keer op je camera wat de beste foto is. En laat die foto een keer zien aan je model. Het helpt enorm om te weten waar jullie juist mee bezig zijn, wat het resultaat is. Ik weet dat het zijn geen afgewerkte foto's en ik weet dat het zijn foto's op een klein scherpje waar je eigenlijk niet echt een conclusie uit kunt gaan trekken. Maar echt, de modellen zelf zijn zoveel relaxter als ze zien waar dat jullie mee bezig zijn. Mensen relaxen, mensen zijn enthousiast en dat geeft meer energie voor de rest van hun shoot. Oké, that's it. Dat zijn mijn tips. Nu, ongetwijfeld zijn er enorm veel extra tips die jullie kunnen geven. Dus laat ons elkaar helpen, laat het mij weten, laat het de rest weten. Wat zijn jullie tips om ervoor te zorgen dat het model zich op haar gemak voelt?